Goedemiddag allemaal, mijn naam is Rob Nullens en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over een heel belangrijk onderwerp. En dat is de verbinding tussen uw hoofdlijn en uw onderlijn. Vandaag gaan we vooral focussen op de FG-knoop. De FG-knoop is eigenlijk een knoop die gebruikt wordt voor twissen op GT. Dat is een supersterke zeevis. En ik gebruik die al 4 jaar ondertussen op snoek. En vandaag ga ik in detail uitleggen wat ik aan het doen ben terwijl ik deze knoop aan het maken ben. Zoals je ziet sta ik momenteel in mijn zolderkamer. Ik heb deze zolderkamer even geclaimd om een mini studio te maken. Om zo goed mogelijk alles in beeld te kunnen brengen over hoe dat je een knoop, een FG knoop kunt leggen. Ik ga de camera naar beneden richten, naar de tafel toe. Zodat ik mijn 2 handen vrij heb om de knoop te maken. En naderhand ga ik dan stap voor stap uitleggen wat ik gedaan heb en hoe de knoop eigenlijk in zijn werk gaat. Dus op naar de werktafel. Het eerste wat we nodig hebben is de gevlochten draad. Ik heb hier een rol, maar normaal gezien hebben jullie hier de draad die uit jullie molen komt. Ik heb een 40/100ste gevlochten lijn om eigenlijk een heel goed contact te hebben tussen de gevlochten lijn en de fluorocarbon. Als tweede hebben we nodig de fluorocarbon. Deze van 0,90 mm of dikker. Dikker is altijd beter. We beginnen met het opspannen van de draad die uit de molen komt. Hier moet constante spanning op staan voor de knoop om heel goed zichzelf te kunnen zetten. Dit is een van de belangrijkste dingen. Als tweede beginnen we met de fluorocarbon boven de gevlochten draad. En gaan we telkens onder de draad door. Neem een stukje mee gevlochten en trek deze zo eigenlijk over de fluorocarbon. Dus telkens links-rechts van de gevlochten draad. Om de gevlochten draad op spanning te krijgen, duw ik deze altijd tussen mijn tanden. Maar sommige mensen doen het ook met hun linkerpink. Maar ik vind dat je dan weinig plaats hebt om je beide handen te gebruiken. Meestal laat ik de fluorocarbon in de rol zitten, dan is er ook constante spanning daarop. Ik ga verder met de knoop, telkens onder de gevlochten, over de gevlochten, trek dit aan. Je zorgt ervoor dat telkens het gevlochten deel heel mooi aansluit bij de knoop. Aan het einde gaan we deze aantrekken en dan gaat deze nog sterker zich vasttrekken op de fluorocarbon. De knoop is eigenlijk een knoop die zich vooral in de fluorocarbon trekt en daarmee, als je zwaardere gevlochten draad hebt, komt het alleen maar ten goede. In het begin is het altijd moeilijk, dus probeer deze knoop zeker en vast eerst bij jullie thuis, op jullie gemak. Maar voor mij bijvoorbeeld, ik heb de knoop al relatief veel gelegd, ik kan deze knoop gewoon aan het water leggen zonder enige problemen, maar oefening baart kunst, dus dat is gewoon een kwestie. Dit is het uiteinde voor de rol. Dit is het andere uiteinde. Dit is het uiteinde dat uit jullie molen komt. En dit is het uiteinde dat we nu gaan gebruiken bij het volgende deel van de knoop. We draaien de volledige knoop om, zodat het enkele uiteinde aan de andere kant is dan waar we net gewerkt hebben. De gevlochten draad gaan we langs het korte uiteinde samentrekken en het uiteinde van de gevlochten draad gaan we over deze 2 draden doen, zowel 5 keer. Spannen de gevlochten draad langs de fluorocarbon, zorgen dat je stukje fluorocarbon lang genoeg is. En nu gaan we het uiteinde gevlochten, gaan we over deze 2 draden en door de cirkel die je net gevormd hebt. Dus door, over de 2 draden, door de cirkel. En dit doen we 5 keer. Ik werk altijd met duim en wijsvinger. En met mijn andere vingers houd ik eigenlijk de rest van de knoop strak. Zodat die niet meer kan loskomen. Nu zie je 5 omwentelingen rondom de gevlochten draad en de fluorocarbon. Dit is eigenlijk de lus die gevormd is. We gaan het uiteinde van de gevlochten draad dat nog over is, gaan we langs het gevormde deel van de knoop, zo lang mogelijk daar langs trekken.
En nu gaan we dit uiteinde vastnemen en we gaan de knoop langs de andere kant eigenlijk ontrafelen. Dus langs de ene kant gaan we de knoop terug erover doen. En dat zorgt ervoor dat je aan de andere kant de knoop ontrafelt. Dus de knoop gaat er langs de ene kant weer terug over. En aan de andere kant gaat die terug los. Als je dit 5 à 6 keer gedaan hebt, zie je dat eigenlijk de lus die je constant erover doet, zoals je nu ziet, gaat eigenlijk een soort van teruglus worden. Nu hebben we eigenlijk een tweede knoop gemaakt. Dit is weer het uiteinde van uit de molen. En doordat we die tweede knoop gemaakt hebben, gaat deze knoop eigenlijk in de andere richting, richting de eerst gevormde knoop trekken. Nu gaan we heel rustig, zorg dat alles goed onder spanning is. Dit deeltje van de knoop is belangrijk dat je dit een beetje nat maakt. En dan, heel belangrijk, heel rustig aan de uiteinde dat nog over is van de gevlochten draad trekken. Doe dit heel op het gemak, dat als de knoop zich iets te ver gaat trekken, dat je dit nog kan recht trekken. En zo zie je dat dit deeltje van de knoop ook naar de andere deel, naar het andere deel toetrekt. Nu gaan we eigenlijk zorgen dat alle uiteindes mooi worden afgewerkt. Eerst en vooral gaan we de knoop goed aantrekken. Dus de linkerhand neem je de fluorocarbon vast en de rechterhand de draad die uit de molen komt. Het beste is dit om dit te doen met handschoenen, maar normaal gezien als je goed tegen het aantrekken van knopen kan, is dit geen probleem. Dus eigenlijk is het het beste als je de knoop nogmaals nat maakt. Wanneer je aan de beide uiteindes super hard trekt, wordt de knoop van de gevlochten draad eigenlijk een beetje wit, dan trekt de kleur weg. En dat is het effect dat je moet hebben. Nu gaan we het uiteinde van de fluorocarbon afknippen. Doe dit niet te kort, want zelfs gaan we dit nog mooi afbranden, dat als er nog iets fout gaat tijdens het drillen van de vis, dat je nog een extra veiligheid hebt. Dit uiteinde gaan we straks afbranden. Dit is het uiteinde nog altijd van de molen. Zie dat je het juiste deel afknipt, anders mag je heel de knoop opnieuw beginnen. En dit uiteinde ga je ook nog mooi afknippen. Nu zie je, eigenlijk is de knoop nu klaar. Er zijn nog een paar deeltjes die we moeten afwerken. Hier zie je de knoop van de gevlochten draad die zich vasttrekt in de fluorocarbon. En het uiteinde hebben we nog een ander knoopje, dat gaan we zelfs toelichten. Ik heb de aansteker erbij genomen, omdat de aansteker gaan we gebruiken om het fluorocarbon stukje dat we nu nog over hebben, om daar een mooi paddenstoeltje op te branden. Dit zorgt ervoor dat moest de knoop niet 100% correct gelukt zijn, wat kan gebeuren in de eerste malen dat je de knoop doet, dan trekt deze knoop niet van de fluorocarbon af, maar heb je eigenlijk een soort van paddenstoel die de knoop gaat tegenhouden. Dit lukt alleen maar als je 100% fluorocarbon gebruikt. Bij monofilament gaat het druppen en gaat deze paddenstoel niet stevig genoeg zijn. Dus, zoals je ziet, is dit een mooi afgebrand paddenstoeltje en kan deze volledige knoop mee door een relatief stevige snoekhengel worden getrokken. Nu branden we ook nog een deeltje van het gevlochtendraad af. Dit is iets minder belangrijk, maar ik brand het meestal toch altijd af om een mooi eindresultaat te hebben. Zo zie je de knoop in zijn volledige glorie. Aan het andere uiteinde, dit is een knoop die ik in de vorige video al eens toe heb gelicht. Als jullie die nog niet gezien hebben, deze staat ook op mijn YouTube kanaal. Dit is eigenlijk een heel simpele verbinding om van je fluorocarbon vast te maken aan je kunstaas zonder nog maar metaal te moeten gebruiken. Ik heb in het verleden heel veel slechte ervaringen gehad met metaal dat openbreekt net wanneer je goede vissen aan de lijn hebt. Hier bij deze maak je gewoon een simpel knoopje en trek je het knoopje aan. Wanneer je het blobje, dus het paddenstoeltje, in de knoop hebt gestoken voor de eerste keer, dan trek je deze heel goed aan met een tang of een ander object.
zorg ervoor dat het object niet te scherp is, dat de vloerbom beschadigd wordt. Hier zie je eigenlijk een heel simpel verbinding. Wanneer je wilt wisselen van kunstaas, open je het lusje, zoals je ziet op de video, en verwissel je kunstaas enorm gemakkelijk, enorm duurzaam en enorm sterk. Hier het einde van de knoop. Moest het zijn dat het voor jullie moeilijker wordt, zet de video dan stil, zet de video op pauze en doe de knoop terwijl je deze video aan het kijken bent en herhaal zoveel mogelijk totdat je de knoop kan. Maar het is een heel makkelijke knoop en een super fijne knoop die je nog voor jaren kan gebruiken. Dat was de video weer van vandaag. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Ik ben momenteel al 4 jaar met deze knoop, zowel de FG-knoop als het blokje aan het uiteinde van mijn onderlijn aan het vissen. Ik heb er nog geen slechte ervaring mee gehad. Ik heb er een meerval van 1,52 meter opgevangen en een snoek van 1,22 meter. De FG-knoop gaat nooit van zijn leven los. En zelfs als je vasthangt aan een boomstronk aan de bodem, gaat eerder het blokje aan het uiteinde van de onderlijn eerder kapot trekken. Maar op een vis is het nog nooit open gegaan. Ik ben zelf geen fan meer van het gebruiken van swivels en slotjes. Ik vis nu door en door met de FG-knoop en de uiteinde van de blob. En ik ben daar zo tevreden van dat ik ook op aanvraag door een paar mensen deze video gemaakt heb. Moesten er nog vragen zijn of er zijn suggesties voor andere video's over de how-to's die ik moet maken, laat het dan zeker achter in de reacties en ik zie jullie volgende keer.